mijn functie bij ENA ben ik op zoek naar geschikte huisvesting voor onze arbeidskrachten. Hoe ik dat precies doe, dat vul ik zelf in. ENA geeft me daar ook veel vrijheid in. Het is niet altijd makkelijk om ongeschikte huisvesting te vinden, maar het houdt het ook wel erg interessant. Nou, ik ben veel onderweg. Altijd op zoek naar nieuwe objecten en kansen daarin. Ook opleveren van woningen moet natuurlijk gebeuren, zowel bij de aanhuur als bij het afsluiten van een contract. Daarnaast ben ik ook op zoek naar echt nieuwe mogelijkheden in de markt. Dus transformatiegebouwen die eventueel omgeturnd kunnen worden tot logiesfunctie bijvoorbeeld. Een netwerk opbouwen is daarom ook heel erg belangrijk. Dat maakt het ook leuk en erg afwisselend. Nou, het leukste aan mijn werk is eigenlijk wel de zoektocht naar de geschikte locaties. En waar het bij het vooral belangrijk is dat uitzendkrachten dicht bij de sociale voorzieningen wonen en ook dicht bij hun werk. Locaties vinden die voldoen aan onze eisen, waarbij de prijs en de kwaliteit ook nog eens in verhouding zijn, dat geeft toch wel de meeste voldoening. Nou, vooral het contact met de collega's is erg goed, ook met de technische dienst waar we veel contact mee hebben. Veel mensen werken hier al jaren, wat denk ik iets goeds over de organisatie zegt. Mensen voelen zich wel echt thuis bij ENA.